Hallo. Jij kijkt naar een nieuwe podcast. Vorig jaar werden we op Oranje Rock weggestuurd. We zijn net de trein afgezet. Waarom? Dat weet niemand. We hebben niemand lastiggevallen. Dit jaar willen we er ook bij zijn. Maar dit jaar gaan we het toch totaal anders doen. Waarom? Nou, we vinden dat het moet. We moeten een beetje liefde tonen omdat we de hele tijd een beetje hebben gepookt tegen de Oranje Vereniging. Met één vliegtuigje gaan we een sleep meenemen met een mooie boodschap voor jullie en voor de Oranje Vereniging. En ga ik zelf vliegen. Ik ga proberen mijn liefde te verspreiden op het veld, terwijl de anderen hun liefde verspreiden via de lucht. Love is in the air, everywhere I look around. En laat ik het toch even proberen, want mensen vragen aan mij van, joh, kom je nou langs of niet? Hallo! We zijn op bestemd voor Rotterdam Airport en vliegen nu noordwesten in Katwijk. Ik zie daar een vliegtuig. Ja, dan moeten we een klein boogje omheen. Rechts mee draaien. Hallo, mag ik naar binnen? Nee, ik weet het niet. Alles is langs de kustlijn, dan draaien we links mee. Mag ik naar binnen? We gaan eerst even langs de kust, want we hebben twee sponsoren. En dat is Reisschool Zwanenburg en Zand, Strandpavioen Zand. En die zie je links hieronder. Ik heb geen kaarten, maar ik ben van de pers. Ja, dan moet je eigen handen. Nou, oké. Ondanks dat jullie niet van ons houden, houden wij wel van jullie. En omdat dat duidelijk is, zou ik even in de lucht kijken. We hebben volgens mij een spelfout, maar het schijnt die podcast nog af. Ah, klein foutje. Ondanks dat het ons niet gelukt is, is het in de lucht wel gelukt. Ik weet niet of we hem kunnen zien. Oh, dit is vet hoor. Ik hoop echt dat mensen dit kunnen zien. Ja. Cirkel maar nog een rondje. Ik ben echt benieuwd of Fink gelukt is om binnen te komen. Ik ben hier wel trots op. Ik ga de weg niet meer versperren. Hoi lieverd, fijne dag. Oh man, ik hoor mijn telefoon al ontploffen. Waar ben je mee bezig? Ja, we gaan terug. Ik denk dat mensen het al gezien hebben, toch? Nou, bedankt voor het kijken. Deze video is mogelijk gemaakt door Strandpaviljoen Zand en door Reisschool Zwanenburg. En de boodschap van deze video is, of eigenlijk de oproep aan de Oranje Vereniging en alle andere organisaties in Katwijk. Please. Leuk ook dat we beveiligers zijn hoofd wegdraaiden. Alsjeblieft mogen wij meedoen met de festiviteiten. Please. Eigenlijk had ik door kunnen lopen, maar ik besloot het toch niet te doen. Want ja, moet je niet willen joh. We zullen ons gedragen. Alsjeblieft. We houden van jullie. Please. Mensen, dit was podcast vanaf de feestweek. Tot de volgende podcast. En tot snel. Je doet het normaal, man. Ja. Aju.